Zoals elke week een nieuw Twents woord van de week. En deze week, ja, met het mooie weer wordt het alleen maar leuker. Ik bedoel, de cameraman en ik hebben de jas al uitgetrokken. Deze week, kruiske. Is dat A, kriskras, B, kruisje of C, kruisjassen? Ik ben benieuwd. Ik heb eigenlijk geen idee. Kruiske. Als je mag gokken, en dat mag je. Nee, dit is een jas, dat weet ik. Misschien nummer 1, A? Kriskras? Ja, misschien. Een kruisje. Een kruisje, was heel snel. Ja. Oké. Okay. Twents, hè? Kruiske is het Twents woord. Als jullie mogen kiezen tussen A, kriskras, B, kruisje of C, kruisjassen, wat betekent dat dan? Het kan een spelletje zijn of een kruisje. Kruisjassen zou een spelletje zijn en het kruisje, kruiske. Oké, okay. En wat denkt u? Ik dacht B. B, kruisje. Ja. Krusken, dat is kruisje. Krusken? Ja, het Twentse woord. Kruisje. Kruisje, waarom denk je dat? Geen idee, eerste ingeving. Het Twentse woord. Krusken. Wat denk je dat het betekent? Krusje. Kruisje. Kruisje? Ja. En waarom? U zei het al in Twents. Ja. U weet dat zeker? Nee. Oh, oké. Okay. Ik weet niks zeker in het leven. Weet ik niet. En als je mag gokken? Ik ben geen Twentenaar, dus weet ik niet. Kruisje, denk ik. Kruisje, denk jij? En jij? Ja, ik denk ook kruisje. Allebei kruisje? Ja. Kriskras, kruisje? Kriskras. Kriskras, en waarom denk je dat? Ik weet het niet. Dat is een gok. Ja, een gok. En wat denk jij? Kruisje. Ja, Kris. Ah, Kris. Klas, kruisje. Ja, A en B dus. Ja, maar je kunt er maar eentje kiezen. A. Kriskras. Jij denkt ook kriskras? Ik denk ook kriskras. Oké. Okay. Kruisjassen, denk ik. Kruisjassen, waarom denkt u dat? Ik zou niet, ik weet het niet. Krusken. Krusken, kriskras, kruisje. Waarom denk ik dat? Omdat er. Kruisje, krusken. Ja, krusken. Nou, ik het nog een keer uitspreek, denk ik kruisje. Je mag één keer gokken. Nou, dan doe ik kruisje. Kruisje. Het Twentse woord. Kruisen? Kriskras, kruisje of kruisjassen? Ik denk kruisje. Krusken, wat denkt u dat het betekent? Kruisje. Kruisje, waarom denkt u dat? Omdat het mij de meest logische oplossing lijkt. Wat denk je wat het Twentse woord van de week betekent, krusken? Als je mag gokken tussen kriskras, kruisje of kruisjassen? Kruisjassen. Kruisjassen, en waarom denk je dat? Omdat... Het zit een beetje in een kruis en... Heel goed. Het lijkt er een beetje op, hè? Ja. Kruske, het Twentse woord van de week. Denk ja, dat is een kruisje. Je was heel snel. Ja. Waarom? Omdat dat toch is? Nou, dat weet ik niet. Ja? Dat denk jij dat het is? Kruisje. Kruske. Ja. Kruske. Een kriskras. Kriskras, en waarom denk je dat? Je was heel snel. Gevoel. Gevoel. Gevoel, ja. Het Twentse woord van de week, kruiske. Wat denk je dat betekent? Ja, ze laten je wel in de steek. Nee, ja, ik zie het. Ja, kruisje klinkt logisch, maar het zal het allemaal niet zijn. Dus dan ga ik voor kriskras. Je gaat voor kriskras? Ja. Met het mooie weer kriskras door Roombeek. Het is toch elke keer weer een feestje. Dit keer met kruiske. Er is ook maar één antwoord weer goed. En dat is B. De meeste had het al gezegd. Kruisje. Tot volgende week.